Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Jazeker. Ja, ik kom zo ophalen, hè? Ja. Waar zijn ze? Ja, hier zijn ze. Hey, ik zie er nou wel. Dat bedoel ik. Dat is kwaliteit, hè? We hebben wat meegemaakt, jongen. Dat wil jij niet weten. Ik heb het gehoord. Waar heb ik het, ja? Ja, gaat de koekenbakker in dienst. Ja, bij de Lau, dat is toch gestopt met de krentenmikken maken? Ja, ja. Toen zei een paar bij ons bij de raad van, oh, we kennen nog wel iemand. Ja. Nou, dat hebben we geweten. Die kwam uit een brasserie. Haha, brasserie, dat kon niet wel. Nee, ik niet zo, hoor. Verschrikkelijk, wat een zooi was het, zeg. Hé, hey, maar jij hebt mooie mikken gemaakt, hè? Dankjewel. Kwaliteit mikken. Voor, triepers de strieper in, de melkgat, hè, in melkgat, de melkslober in, hè, of de pintenwippers, de pintenwipper in. Die zitten allemaal in die verzorgingshuis. Als je het weg heeft, moet het goede weg hebben, hè? Verzoenlijk, hè, kwaliteit. Daar heb ik ook voor gekozen. En uiteindelijk zijn we bij jou terechtgekomen. Dat is hartstikke goed. Hé, hey, maar ik heb nog iets voor jou. Ik heb nog iets goeds, jongen. Ja. Ik heb een filmpje gemaakt van die koekenbakker. Oh, geweldig hier, gewoon. Gillen, jongen, echt. Niet normaal. Nee, die krentenmikken van Striepers gehad. 11 over 11, die moeten klaar. Lieve Striepers en Strieperinnetjes, we gaan samen die krentenmikken even maken voor de raad van 11 van Striepers gehad. Kunnen jullie meehelpen een klein beetje? Bloem hebben we al, hartstikke fijn bloem. Dan pakken we nog een paar eiken erbij. Die slaan we ook zo lekker kapot. Hoppatee. Dan vatten we een klein beetje Campina lang lekker halfvolle melk. Die janken we ook zo over in. Hoppatee. En dan gaan we zo met een mixer. En natuurlijk altijd een klein beetje mixen. Die moet ook nog een klein beetje bloem erin doen. Ik denk dat we al een heel fijn beslagje hebben, dames en heren. Ondertussen vatten we nog een lekker glaasje gerstenat. Nou, ik vind het eigenlijk al prima. Ah, ik vergeet natuurlijk de citroenbrandewijn. Die moet er ook door. Hartstikke lekker. Grootmoeders recept. Deze mag nou 90 minuten in de oven. En dan kan die lekker 90 minuutjes kan die lekker bakken. Oh, non de pie. Ja, oh, dat is het ook maar bekijken met die krentenmikken. Fantastisch, het was hartstikke goed, jongens. Graag gedaan. Ga ze lekker uitdelen. Komt goed. En tot volgend jaar, hè. Zeker weten. Gaan we die weer aan. Erop, gas erop.